Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag 25 mei, dacht ik. Ja, 25 mei. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ja, het is vandaag zaterdag. Normaal begon ik altijd mijn vlogs op maandag. En vorige week was ik hem op zaterdag begonnen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik hem deze week natuurlijk ook even op zaterdag beginnen. En op zich komt het wel goed uit, want volgende week, zaterdag, ga ik op vakantie. En dan wil ik sowieso het apart filmen. Dus dat. Dus het is vandaag zaterdagochtend. En ik heb zo meteen een afspraak voor de pedicure. En ik doe dat niet zo vaak. Alleen als het dus vakantie is, vind ik het wel echt heel erg mooi als mijn teennagels gedaan zijn. Dus dat ga ik straks laten doen. Ik denk dat ik dus zo'n French manicure ga doen. En daar moet ik ongeveer over 10 minuutjes naartoe. En daarna heb ik met een vriendinnetje afgesproken. En gaan we eventjes een beetje content maken. Gewoon een beetje kletsen. Dat. En ik heb vanochtend gedoucht. Dus mijn haar is nog een beetje ontploft. En we gaan pas straks make-up doen. Dus ik dacht, nou, maakt nu ook niet heel veel uit. Dus ik laat het eventjes zo. Dus ik ga nu naar mijn afspraak toe. En dan... Je allemaal hebt meegenomen. Ja, perfect. Ja, maar dat is goed. Want... We hebben al een hele dag erop zitten. Het is echt al 6:30. Maar wij gaan nu samen lekker hardlopen. Ik heb weer mijn kousen aan. Want anders ga ik het niet lang volhouden. En we gaan proberen even een afstandje te rennen. Ik ben heel benieuwd wat gaat lukken. Heel benieuwd. En ik heb net ook lekker een video opgenomen. En ik moet eigenlijk vanavond... Moet jij nog dingen doen voor werk straks? Wat zegt hij? Moet jij nog dingen voor werk doen straks? In principe zouden we wel moeten doen. Oké, okay, zullen we dan allebei werken? Want ik moet ook echt nog heel veel doen. Ja. Dan ga ik even vlogs editen en zo. Dus dat. Good morning. Het is vandaag zondag. En ik heb net lekker gesport. Ik ging even een spinningsles doen. Dat vind ik altijd wel chill, want dan verbrand ik en heel veel calorieën. En het is gewoon best wel een korte les. En ik zie er nu echt niet uit. Ik ga zo meteen eventjes lekker ontbijten. Maar ik heb net even bij mijn ouders pakketjes opgehaald. Voor de vakantie. En hij stelt nu niet scherp. Maar dit is natuurlijk weer echt heel erg. Ik ga volgende week op vakantie. En ik heb echt allemaal dingen besteld. Het is wel één Shein bestelling en één Lovis bestelling. Maar er zit er echt veel te veel in. En ik dacht, deze week ga ik dat ook een beetje voor jullie unboxen. Maar niet alles achter elkaar. Want dat wordt gewoon een beetje saai. Maar weer echt veel te veel besteld. Dus. Oh, en ik ben net even snel langs de Action gereden. Want onze mixer was stuk. Of hoe noem je dit? Die heb ik even opnieuw gekocht. Die is echt maar 18 euro of zo. Nou, ik heb even gedoucht en een paar vlogjes geëdit. Want ik liep zo erg achter. En ik heb even mijn jongenspak aangedaan. Lekker een heerlijke zondag. En ik ga nu bananenpannenkoekjes maken. Met een nieuwe mixer. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik laat dit volgens mij bijna elke week vlog zien. Dus ja, ik zal het even kort vertellen. Ze hadden dus alleen nog maar een witte mixer. Maar op zich vind ik het eigenlijk best wel mooi staan in de keuken. Hiervoor had ik altijd een zwarte. En ja, ik vind hem eigenlijk wel prima. Hij ruikt wel een beetje chemisch. Ik moet eigenlijk natuurlijk hem eerst even in de vaatwasser doen. Daar heb ik niet zo zin in. Dus ik spoel hem gewoon eventjes snel om. Voor de nieuwe kijkers. Ik doe er dus 50 gram havermout in. 1 ei. Een banaan. 20 gram eiwitpoeder. Een beetje melk en kaneel. En dan doe ik er gewoon lekker wat aardbeien bij. Dus heel simpel. En ik doe het op gevoel hoor. Ik ga het niet helemaal afwegen. Want daar heb ik gewoon niet zoveel zin in. En dit is dan genoeg voor één persoon. Normaal doe ik niet zoveel aardbei, maar ja, morgen was de aardbei niet meer, is de aardbei niet meer lekker. Dus ik dacht, ik doe het maar lekker allemaal. Het is vandaag maandag. Ik heb echt vandaag helemaal niks gefilmd. Het was een super drukke dag. We hebben wel aan de musical gewerkt. En de klas wordt straks schoongemaakt. En we hebben verder gewerkt aan de kauwgomballenmachine. Volgens mij zijn er nu wel een aantal klaar. Kijk, ze worden echt heel leuk. Heel cute. En die ga ik dan in het rapport doen. Dus hier ben ik wel heel blij mee. En ik ga dus nu eventjes het Vaderdag cadeautje maken. Want na de vakantie... Of ja, wij hebben een extra week vakantie. En na de vakantie is het Vaderdag.
En we willen dan iets gemaakt hebben. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik ga eventjes kijken wat ik wil maken. Dit vonden we wel heel leuk. Of dit. En dan hierop. Dus ik ga dat eventjes doen. Gisteren nog dat vaderdag cadeautje afgemaakt. Maar die ligt nu bij een collega. Dus die ga ik zo even halen. Zodat jullie even kunnen zien. Ik vind vaderdag cadeautjes altijd echt iets mega moeilijks om te maken. Moederdag gaat nog wel. Maar die vaderdag cadeautjes. Ik weet gewoon nooit wat ik moet maken. Maar ja. Mijn klas is helemaal schoongemaakt. Dus dat is heerlijk. Het is ook echt heel schoon. Ik moet nog wel even het bord doen. Vandaag gaan we rekenen. Taal. Ik moet eventjes kijken of ik alles... Ik moet dit bord inderdaad doen. En we gaan vandaag ook lekker aan een musical. Dus dat vinden ze ook heel erg leuk. Zo. Dus dat ga ik eventjes allemaal klaarzetten. En ik zal even een timelapje doen van wat ik allemaal doe nu nog in de ochtend. Geleerd. Kijk even mee naar het bord. We hebben blessures, tegoeddoen, diabetes en graanproducten. De ingrediënten voor brood zijn voornamelijk... Welk bord hoort daarbij? Oké, je kunt je puntje aan deze yoghurt. Aan deze heerlijke yoghurt. Als je puntje hebt, moet je matig zijn met suiker. Je ziet daar een recept staan. Kijk even mee in je werkboek. Met dit recept zet je een lekkere en gezonde maaltijd op tafel. Gehakt taart met lenteuitjes. Dus wat voor soort taart is dit? Het is eigenlijk een hartige taart en geen zoete taart. De ingrediënten. Je telefoon is weg. Die heb je niet meer nodig vandaag. Stel ik je de volgende vraag. Nou komt... Wie is er nu aan zet? Wie pakt het eerste stuk? Wie wordt er in keer zes? Het zwart, ik ga nu van start. Want weet je wat het is? Ik ga... Nou, de dag is er voorbij. We hebben net nog even de dansje van de musical geoefend. En ik weet nu alle dansjes. Moet het nu alleen nog herhalen. We hebben dus de musical zo goed als nieuw. En ik heb de dansjes een beetje makkelijker gemaakt. Want het waren best wel moeilijke dansjes. Dus ik heb niet op elk liedje een dansje gedaan. Nou ja, wel bijna eigenlijk op elk liedje. Maar niet dat alles heel moeilijk was. En dit was nog dat vaderdag cadeautje, het idee. Dit, en heb ik opgeschreven 5 dingen die ik leuk vind aan mijn vader. Ik dacht ook leuk in het Engels of in een andere taal, dat ze dat gelijk ook leren en dan versieren. En op de achterkant heb ik dan dit geplakt. We willen eigenlijk dat je het zo kan ophangen, dus ik ga heel eventjes een lint eraan plakken. Als dat blijft plakken überhaupt, dus dat ga ik nu eventjes proberen. Nou, en ik heb dus dit jaar voor het eerst groep 8 en ik vind het zo moeilijk om in te schatten hoeveel en hoe lang ik met een musical moet oefenen en hoe ver van tevoren. Maar ja, we hebben in ieder geval alle scènes nu 1 keertje geoefend. En ja, de laatste weken gaan we echt alles achter elkaar oefenen. En nu gewoon echt nog met hulp van ouders. Maar het eerste jaar is wel echt lastig om dat in te schatten of zo. Nou, ik ga dit even afmaken. Nou, ik ben thuis en ik heb mijn camera ook weer. Gisteren had ik hem natuurlijk niet mee naar huis genomen. En had ik dat vaderdag cadeautje gefilmd? Volgens mij wel. In ieder geval, kijk. Als het vochtig buiten is, mijn haar, het gaat alle kanten op. Maar we hebben vandaag de schoolfoto's teruggekregen. En ik ben dus eigenlijk best wel blij met mijn foto. Ik kan hem wel eventjes laten zien. Kijk, dit is hem. En nu lijkt echt een catfish ernaast, maar dat ben het echt.
Kijk, best leuk is die. Ben er blij mee. De klasfoto kan ik natuurlijk niet laten zien. Maar ik vind hem eigenlijk heel erg leuk. Dus ik ben er blij mee. En ik dacht, ik ga voor jullie een pakketje openen. Dat ga ik doen. Want ik heb deze week... Ik ga dus zaterdag op vakantie. Volgens mij heb ik dat al een miljoen keer gezegd. En ik heb zoveel pakketjes die ik eigenlijk nog moet openmaken. Ik heb heel Shein, Zara en Lovies nog. En ik heb dus nog helemaal niks opengemaakt. Nou, ik heb één pakketje van Lovies opengemaakt. En ik ga er toch alvast even één pakketje aan jullie laten zien. En misschien doe ik niet alles deze week, maar ja. Die Lovies pakketjes die zijn wel even leuk om te laten zien. Dus die ga ik even openmaken. En het is dus allemaal voor vakantie, volgens mij. Als eerst heb ik een superleuk setje voor het strand of voor in de avond. Namelijk deze met een beetje oranje. Lange mouwen. En dit broekje, maar dit kan je natuurlijk ook los van elkaar dragen. Ik hoop dat die kleuren een beetje overkomen. Heel cute voor het strand. Hier ben ik echt super blij mee. En ik heb daarbij ook een soort oranje bikini. Want ik dacht, dan kan ik die er heel leuk onder doen. Deze heel cute. Ook wel met roze, maar op zich maakt dat niet heel veel uit. En dan zit er zo'n basic topje bij. Deze heel leuk. Ik heb namelijk dit broekje. Die vond ik echt heel cute. Gewoon ja, met allemaal leuke kleurtjes. Ook leuk met een bikinietje. En dit topje hoorde erbij. Maar die kan je natuurlijk ook dit met een spijkerbroekje of iets anders dragen. Heel cute. En dan heeft hij van die flare mouwen. Dus echt een heel leuk setje. En het topje heb ik in de maat XS. En het broekje heb ik wel een M. Had ik op zich ook wel een S kunnen bestellen, maar... Ja. En ik heb nog een bikini besteld bij Lovies. Deze vond ik echt super leuk. Als het broekje. Deze. Echt heel erg leuk. Dan zag ik ook nog dit rokje. Heel leuk. Deze. Met een topje erop. En ik heb deze in een maatje M. Ja, ik vond hem gewoon heel leuk eruit zien. Oh, het is ook nog een broekje. Dit is echt perfect. Een broekrokje. Ik ben hier helemaal blij mee. Oh ja, en nog één dingetje voor werk. Ik vond deze wel leuk uitzien. Ik wil hem eigenlijk voor de schoolfoto, maar die heb ik net gehad. Kijk, ik zag deze blouse. En ik vond deze zo cute. Met die hartjes. En ik heb natuurlijk van die roze campus. Maar het kan ook met iets anders. Maar ik vond hem gewoon heel erg leuk. Voor werk. Gewoon even een blouse, een beetje wat anders. Met hartjes erop. En even het lekkerste toch op vakantie is allemaal lekkere nieuwe spulletjes. Dus ik doe vandaag de Lovies bestelling. Maar ik wil ook geen shop video maken. Dus misschien wordt dit de enige shoplog. Maar misschien doe ik ook nog Zara en Shein erbij. Moet ik even kijken. Good morning. Het is vandaag woensdag. Lekker een korte dag. En ik ben me even aan het klaarmaken. Ik moet mijn haar nog wel doen. Ik ga het even stylen. Want het is echt een pluizenbolletje. Als ik dus naar buiten ga, dan ontploft mijn haar helemaal. En ik wil dus de laatste tijd wat meer kleding aandoen die ik er eigenlijk nooit bij pak. En daarvan heb ik vandaag de eerste outfit aan. Maar ik voel me dan gelijk niet echt op mijn gemak of zo. Alsof het niet helemaal klopt. Maar ik denk dat ik het gewoon aan moet doen. Ik had namelijk dit dingetje. Super cute, ook heel erg leuk voor vakantie. Heb ik gewoon even een hemdje onder gedaan. Want dan kan ik hem ook gewoon naar werk dragen. En deze blauwe broek draag ik ook nooit. En ik dacht, toch best wel leuk dit. Of niet? Ik vind het alleen jammer dat dit een beetje bijt is. Maar verder vind ik het wel leuk. En ik heb dus ook deze schoenen. En ik draag die ook heel weinig. Dus ik dacht gewoon eventjes een beetje een ander outfitje dan normaal. Vinden jullie dit leuk? Ik weet het niet. Maar ik ga het toch aanhouden. En ik ga nu eventjes mijn haar stylen. Ik ben weer thuis. Ik had dus een half dagje werk. En ik heb dus net mijn bikinis in de was gedaan. Ik heb dit dus nog nooit gedaan. Ik doe altijd een emmer. Maar ik heb er gewoon echt geen zin in om met mijn hand mijn bikinis te wassen. En ze lagen allemaal beneden en door de verhuizing. En nou, ze waren gewoon een beetje vies. Dus ik dacht, ik gooi ze gewoon allemaal in de was. Ik heb het wel op 30 graden. Maar ik ben heel benieuwd hoe het eruit komt. De witte en de zwarte bikini heb ik er wel even tussenuit gehaald. Maar ik heb alle kleuren, alles bij elkaar gegooid. Dus ik ben heel benieuwd. Ik had ook nog twee pakketjes van Vinted. Namelijk twee juffjurken. Niet per se voor vakantie. Nou, als ze leuk zijn neem ik ze ook wel mee op vakantie. Maar
Ja, voor de klas, als het warm weer is, dan draag ik altijd een lange jurk. En vorig jaar kocht ik altijd nieuwe jurken. En toen dacht ik dit jaar, waarom koop ik ze niet gewoon op Vinted? Dus dan koop ik ze wel van My Jewelry, want die vind ik gewoon echt heel top. Maar toen zag ik dus deze. Nou, die vond ik echt super leuk. En ik heb er dus nog eentje besteld. Ik zag ook deze. En deze vond ik wel wat meer herfstachtig. Maar soms is het ook gewoon fijn om er één met lange mouwen te hebben. Maar toch dat het een jurk is. En ik vond deze ook heel erg leuk. Dus er komen de kleuren een beetje over. Dit is patroon. Maar het zijn echt van die lange jurken. En ik ga ze allemaal een keer aandoen op TikTok. Maar deze gaan dus nu bij de verzameling. Maar eerst ga ik ze eventjes wassen natuurlijk. Dan heb ik ook nog twee super grote pakketten van Shein. En ik weet, er zitten heel veel pakketjes in deze weekvlog. Sorry daarvoor. Maar volgende week ga ik op vakantie. Dus ik moet het gewoon nu uitpakken. Wat erg. En ik heb dit gewoon zelf besteld. Ik heb wel vaak een samenwerking natuurlijk met Shein. Maar ik heb dit gewoon zelf besteld. En het zijn vooral zomeritems. Maar ook wel wat andere dingen. Dus ik wilde dat toch even aan jullie laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Als eerst heb ik dit rokje. Super leuk. Kan je aan de voorkant strikken. Maar het is dus eigenlijk ook een broekje. En ik dacht heel erg leuk met een wit topje. Gewoon even wat anders. Maar de achterkant is dus een broekje. In een maat M heb ik deze. Dan heb ik voor het strand heb ik zo'n... Ja, eigenlijk is het niet per se voor het strand. Maar in ieder geval zo'n top die je zo over je bikini kan doen. Of gewoon in de avond voor een leuke outfit. Dit is gewoon een one size. Hij heeft wat grotere mouwen. Ja, echt iedereen heeft deze topjes. Maar ik vond hem gewoon heel cute. Hij is wel heel groot. Maar ja, dat hoort ook gewoon zo eroverheen. Dan nog iets heel leuks voor over je bikini. Namelijk dit broekje. En er zit dus best wel veel stretch in. Heb ik allemaal in een M. Ik heb eigenlijk alles in een M. Dus dit broekje. En daarbij hoort dus ook een topje. Lijkt eigenlijk een beetje op dat andere topje. Maar heel cute. Ook super leuk voor met een bikinietje. En dit is dus een setje. Wel met lange mouwen. Maar ja, dit zijn echt van die dunne stofjes. Dus dat ze ook niet super heet zijn. Maar je zou het ook in de avond aan kunnen. Dan een hele opvallende jurk. Deze. Ik weet niet of je het super goed kan zien. Maar hij heeft dus helemaal van die mooie franjes. Echt super mooie kleuren. En hij is dus echt heel erg lang. Er zitten wel heel veel touwtjes. Daar word ik altijd een beetje... Daar krijg ik een beetje paniek van al die touwtjes. Dan heb ik een heel leuk bruin setje. Ook voor in de avond. En dit is dus eigenlijk een rokje met een topje eraan vast. Een soort jurkje. En ik heb hem dus in een donkerbruine kleur. Als ik heel erg bruin ben, vind ik dit wel leuk. Nu vind ik het mij niet heel leuk staan. Maar kijk, daar hoort dus ook dit topje bij. Ook heb ik twee bikinis besteld. Deze. Het lijkt ook gewoon niet alsof het van Shein is. Maar in ieder geval deze. Heel leuk. Zit ook heel veel stretch in. En ook heel erg leuk met deze bandjes. En ik vond deze kleuren ook echt fantastisch. En daarbij zit dus een strapless topje. Ik heb dat dus eigenlijk nog helemaal niet. Ziet er wel klein uit, maar je kan hem ook nog verstellen. En deze heb ik ook allemaal weer in de maatje M. Dan heb ik nog een heel leuk setje voor het strand. Namelijk deze met dit broekje. En daarbij hoort weer een topje. Wel ook weer met lange mouwen. Maar ja, maakt op zich niet heel veel uit. Dus deze. Deze vond ik ook echt super leuk. Dus dit is een setje. Dan heb ik zo'n sticker besteld voor achter op je telefoon. Zodat je kan filmen. En dat dit zo tegen het raam blijft aanplakken. Dus hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik dacht ook wel fijn voor TikTok. Dan heb ik nog een mega simpel tasje. Ik dacht gewoon leuk voor in de avond. Zo, kijk, heel cute. Gewoon wit. Bij die jurkjes. En ik vond het ook wel fijn dat hij gewoon helemaal wit was. En ja, hier past denk ik mijn camera in en mijn telefoon. En meer heb ik ook niet nodig. Dan heb ik nog een heel leuk setje. Ook weer echt heel opvallend qua kleuren. Maar wel heel leuk. Namelijk deze. Met dit rokje. Deze. En dit is dan het topje. Echt heel erg leuk. Ik ben altijd echt, op vakantie hou ik er echt van om van dit soort setjes te dragen. Dan heb ik nog een wit topje, bijvoorbeeld voor op dat rokje of gewoon voor ergens anders op. Gewoon best wel simpel, zo'n topje. Heel cute. Oh, de wasmachine gaat weer aan. Nou, gewoon een heel erg leuk, simpel topje. Gewoon voor boven een van die broekjes of die rokjes. Namelijk deze. Die gehaakte topjes vind ik namelijk echt zo leuk. En toen zag ik deze... Nou, ik vond dit helemaal schattig. Gewoon boven een spijkerbroekje. Leuke schoenen eronder.
heel leuk deze. Helemaal blij mee. En ik heb ook hele leuke roze campus. Dus ik dacht, deze staat er ook wel heel erg leuk bij. Dan heb ik ook nog een shirt. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed waarom ik deze had besteld. De kwaliteit voelt wel goed. Maar dat is namelijk deze. Met op de achterkant staat er Sherry's. En dan de voorkant is gewoon wit. Ik dacht misschien leuk voor het strand of ergens overheen. Ja, het is niet echt een t-shirt stof. Het is meer een beetje een badstofje. Dus ja, hier moet je van houden. Ik heb doosjes voor sieraden. En deze zijn wel heel klein. Ik had niet heel goed gekeken. Maar kijk, hier kan je dan een kettingje in doen. En dan kan je hem zo dicht doen. En dan gaat niet alles door elkaar. Dus ja, op zich is dat natuurlijk wel heel fijn. En zeker op vakantie. En dan heb ik nog één bikini en nog een topje. Namelijk deze bikini. En ik vond deze kleur ook echt fantastisch. Kijk. Ik dacht helemaal leuk met dat groene setje. Dit is dan het broekje en er zitten dus ook van die parels aan. Kijk, en daar zitten dus ook allemaal parels aan. Nou, hier ben ik ook echt heel blij mee. En dan als laatste nog een heel leuk jurkje. Misschien is dit wel een van mijn favorieten. Wel heel opvallend. Maar deze. Kijk hoe leuk dit is. En dit is gewoon allemaal van Shein, jongens. Ik vraag me niet hoe ik dit allemaal heb gevonden. Nou, dan heb ik wel weer genoeg, denk ik. En ik heb nog lijm voor schoenen. Die is eigenlijk voor mijn vriend. Dat wilde die proberen. Dus dit was mijn mega Shein shoplog. Het is echt niet normaal. De bikinis zijn klaar uit de wasmachine. En er is gewoon niks aan de hand. Het kon echt makkelijk. Dus ik laat ze hier wel even drogen. Want ik ga ze niet in de droger doen natuurlijk. En ik ben dus heel erg benieuwd. Ik denk dat ik niet de enige ben. Maar ben ik de enige die echt letterlijk alles past en klaar ligt voor vakantie. Dus, nou, nu dacht ik, ik had deze pyjama nog. Die vond ik dus best wel cute. Hier staat ook mijn naam op. Helemaal leuk. Dus ik dacht, nou, deze ga ik meenemen voor vakantie. Zit ook een broekje onder. Maar dan ga ik dus nu alles klaarleggen. Dus dit wordt dan mijn vliegoutfit, pyjama. Dan ga ik echt gewoon elke dag ga ik gewoon precies neerleggen wat ik aandoe. Ik weet, helemaal gek, maar ik ga nu ook gewoon alles passen. Het is echt zo erg. Dit is dan voor in de avond, bikinis en voor overdag. Ik ga dus 8 dagen, dus ik wil eigenlijk 8 setjes voor overdag, 8 in de avond. Maar het is veel te veel, maar ik heb zoveel leuke nieuwe kleding, maar ik moet gewoon wat spullen gaan bewaren. En hier heb ik dan tasjes en zo in zitten. En ook deze, die had ik ook nieuw. Kijk hoe cute. Dus ja, ik moet echt eventjes gaan kijken wat ik mee ga nemen. Want dit is niet normaal. Nou, ik heb net bij mijn vader sushi gegeten. En dit is er nog over. Dus ja, dat ga ik zo meteen aan mijn vriend geven. Want die vindt dat wel heel erg lekker. Die komt ieder moment thuis. En ja, mijn koffer ga ik morgen eventjes afmaken. Want daar heb ik nu niet heel veel zin meer in. Het is alleen stom dat dit zo los zit. Maar misschien moet ik dat even met een schroefje vastzetten. En eigenlijk wil ik even deze handdoek heel even in de droger doen. Anders wordt het zo'n harde. Ja, dat is niet chill. Ja, en nu komt dus nog het ergste. Bij mijn vader waren er dus ook pakketjes geleverd. Ik denk dat jullie die pakketjes helemaal zat worden. Tenzij ik het echt een beetje heb verspreid in deze vlog. Maar ja, die pakketjes die spaar ik gewoon deze keer. Dit had ik van mijn vader gekregen. Maar ik had dus ook een pakketje besteld voor met sieraden voor de vakantie. Ik ga hem even openmaken. En ik heb dit zelf besteld. Ik heb het besteld bij dat jewelry bij Joanne. En zij heeft ook een kledingmerk, maar ook sieraden. En nou ja, ik vind haar sieraden dus echt heel goedkoop. Dus ik dacht, ik ga weer bestellen. Ik heb hier vorig jaar ook besteld. Alleen omdat ik nu natuurlijk naar goud ben geswitcht. Ja, heb ik nog niet super veel gouden sieraden. En ze hadden echt hele leuke dingen. Kijk, ik zag deze ring, vond ik heel leuk. Dit armbandje. Mijn vriend komt ook thuis. Hey, deze ketting. En dit is dus zo'n ketting. En dan is hier dit stukje wat langer. Dus die is heel leuk. Hey. Hey, Sandra. Ik heb mijn koffer uitgesloten. Ja, dat snap ik. Dat zie ik. En dit kettingje met deze bloemetjes. Ik ga het op vakantie nog wel even beter laten zien.
Maar ik dacht wel heel erg leuk om ook even iets kleurrijks. Hoe gaat het? Zeg even hoi in de vlog. Deze. Dus ik ben echt lid naast jou. En nog en nog hele leuke oorbellen. Deze. Dus ik kan echt niet wachten om dit te dragen op vakantie. Kijk. Zo. Heel cute. Dus ik ga ze nu even opruimen. Vrijdag en ik heb dus mijn laatste schooldagje en dan ga ik morgen op vakantie en ik kan echt niet wachten. Gisteren heb ik niets gefilmd of in ieder geval alleen de ochtend, want ik had gistermiddag een begrafenis en eigenlijk kwam toen pas alles eruit. Ik had de hele week een soort van masker opgezet en het is een beetje opgekropt en daarna kwam echt alles eruit. Maar ja, ze is heel oud geworden en ik heb er vrede mee, maar dan toch op zo'n moment is het heel heftig. Dus ja, ik had gewoon gisteren even daar helemaal geen behoefte aan. En nu ben ik op werk. Mijn laatste dagje. De kinderen zijn bij de gym. Dus ik moet nog alleen even het bord doen. We gaan straks musical dansjes doen. En er een goede dag van maken verder. We zijn gisteren begonnen aan het vaderdag cadeautje. Geen idee of ik het nou had laten zien. Maar dit gaan we maken. Maar ze mochten ook zelf iets maken. Dus heel veel kinderen zijn met klei bezig. Dat vinden ze dan toch wel heel erg leuk. Dus let's go vandaag. Oh ja, en ik had nog een tipje voor jullie. Deze, Outside the Box, is echt top. Je hebt, dit is meer voor groep 8, maar je hebt hem ook voor ja, groep 6, groep 5, voor andere leeftijden. En dit is eigenlijk echt een leuke opdracht voor het eind van het jaar. Dus er staan hele leuke dingen in qua ontwerp een bloem, een restaurant, nou, allemaal van dat soort dingen, een project... Een band, een soort rapport. Hele leuke dingen staan erin. Zeker voor het einde van groep 8. Echt top. Wat gaan jullie van mij filmen? Fitcheck. Oh ja, oké. Okay. Deze is van de Zara Kids. Oh ja, Zara Kids. De kinderen kunnen deze ook. Dat is de grootste maat. Broek is ook van de Zara. Ja. En mijn nieuwe kampen. En dan... En ik heb mijn nagels gisteren even nog gedaan. Okay. Zelf. Sieraden, moet ik dit al ook vertellen. Oorbellen zijn van Jewelry by Joanne. En... Verder is allemaal my jewelry. Julia. Nou, het is vrijdagmiddag en ik heb niet meer zo heel veel gefilmd. Maar ik heb lekker een week vakantie. En ik ga dus vannacht, ja morgenochtend heel vroeg, vlieg ik. En ik moet nog best wel wat dingen doen. Ik heb net gedoucht, mijn haar gewassen, alles geschoren. Je weet wel, een beetje zelfbruin op mijn gezicht. Mijn wenkbrauw heb ik geverfd. Alleen nu moet ik dus nog mijn koffer inpakken. En eerst dacht ik, ik ga het niet filmen, maar ik dacht, ik laat wel een klein beetje zien wat ik doe. Want het ligt toch al klaar. En het moet zo die koffer in. En ik dacht, misschien vinden jullie het leuk om het te zien. Ik had de afgelopen dagen ook nog echt best wel veel pakketjes gekregen. Alleen het was gewoon echt een beetje te veel om te laten zien. En ik wilde ook niet van alles, ja, alleen maar pakketjes. Ik had namelijk ook een nieuwe telefoonhoesje en zo. Maar er komt nog een aparte unboxing van. Met allemaal nieuwe Burga dingen. Dus ik dacht, dat laat ik lekker. En ik had gisteren ook nog een pakketje van de Zara. En ik heb dus deze van de Zara Kids. Kijk hoe mega cute. Wel dan in de grootste maat. En hij zit eigenlijk perfect. En ik had nog dat groene setje besteld. En had ik nog iets bij de Zara. Oh ja, dat shirt. Maar die had ik vandaag aan haar werk. Dus ik ga nu even mijn koffer inpakken. Ik had ook nog allemaal dingetjes gewassen en mijn bikinis uitzoeken. En ik dacht, ik laat gewoon een klein beetje zien wat er dan in mijn koffer gaat. Oké, eerst de bikinis. Ik ga deze meenemen van H&M. Van Shein. Van Lovis. Shein. Lovis. Bij de label. En de H&M. Dan neem ik deze mee van Shein. Dan neem ik deze mee. Deze heb ik al ingepakt. Deze ook. En die ook. Dan heb ik deze broek van de Sting. Deze twee lange jurken mee. En ook nog dit setje van Shein.
Dus die ga ik nu even hierbij doen. En daar zitten mijn bikinis in. Dan voor de avonden heb ik dit pak van de Zara. Broekje van Naked. Topje van de Zara Kids. En dit jurkje. Dan heb ik voor in de avond dit jurkje van de Pooh & Bear. Dit setje. Dus dit topje met dit rokje. En ik dacht in de avond deze lange rok met dat topje. Ik heb nog een aantal dingen toegevoegd, alleen niet gefilmd. Maar ik denk dat ik zo wel genoeg heb. Ik heb echt veel te veel mee. En ik heb nog een pyjamaatje mee, die ga ik er ook bij doen. Dan neem ik dit tasje mee. Deze. En deze. En dan ook nog wat luxere tasjes. Deze strandtas neem ik mee. Neem ik deze slippers mee. Deze gouden neem ik mee. Deze. Ja, hakjes twijfel ik, maar ik denk toch dat ik het meeneem. En ook deze. Dus er kan nog genoeg bij. Oké, de rest ga ik eventjes gewoon zelf doen, want ik moet nog best wel veel doen. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij mijn Mallorca-video's. Doei doeg!